KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. En speelronde 12 van de E-divisie zijn we alweer aanbeland. Ongekend. Wat gaat het snel met deze competitie? En wat is dit een lekker potje op papier tussen twee echte middenmotors. Al traditiegetrouw. Vitesse en Roda JC. Arnhem tegen Kerkrade. Ik zeg wel middenmotors, maar Roda JC toch echt gewoon de nummer 2 van de PS4-competitie. Op dit moment de nummer 8 op de Xbox. Vitesse de nummer 13. Wat een teams. Vooral dat van Roda JC. Wat een geweldig elftal. En naast me, ja... Als ik soms niet weet wat ik over de teams moet zeggen, dan weet ik het al helemaal niet over deze man naast me. Ik ben een beetje out of words. Een beetje sprakeloos aan het raken. Ik heb wel het gewicht van deze man. Je hebt het gewicht van een elftal, dat zeker. Maar dat wil ik niet zeggen. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik wist de elftal. All right. Goed. Oké. Ik heb het wil. We praten niet veel. En Vitesse met het eerste gevaartje. Nu al het eerste schot op doel. Dat is wel snel. Dat is ziek, zeg maar. Is dit een ziek begin? Ja, ik denk het wel. Is het een veelbelovend begin? Geel-zwart. Fout van Tom. En hij valt. Nee, niet binnen. Oh, mijn god. Poeh. Paske is nu geïrriteerd. Ja, dit is ziek. Speelt zonder muziek, hè? Zonder geluid. Ja, dit is muziek, denkt hij? Ja. Man, jee, maar waar is Roda mee bezig dan? Wat is dit, joh? Roda, die vorige week een... Ik vind die shirts maar helemaal niks, sorry. Maar sorry aan iedereen van Roda, maar ik vind die blauw-witte shirts, nee. Ik voel ze niet. Voor Roda. Roda, die wel vorige week een hele verrassende uitslag heeft neergezet. Zo. Die won 4-2 van Ajax. Man, dat kun je wel zeggen. Wat ervoor heeft gezorgd dat de competitie nog steeds spannend blijft. Want... Ja, Tom dacht, als ik zelf niet meedoe in de absolute top van deze competitie... dan zorg ik op een andere manier wel dat ik mijn stempel druk op de kampioensrace. Precies, want wat de grap was... Nou ja, was niet echt een grap. PSV verloor ook van Excelsior. Ja. En daarna moest Dani, die wist dat... Wanneer Vitesse hier. Die wist natuurlijk dat Ali punt had gespeeld. Want die had eerder gespeeld dan Dani. Ja, en AZ verloor ook nog. Hè? Dus ja. de lachende vierde zou je bijna kunnen zeggen. Was Feyenoord. Precies, en die won ook nog goed van Groningen. Ja, Jay was echt... De lachende winnaar van het afgelopen speelronde weekend. Maar goed, Tom dus een van de mensen die de titelrace in de E-divisie nog spannend wist te houden. Terwijl hij zelf niks met de titel meer te maken heeft, lijkt het in ieder geval. Nou ja, dat is bijna wel zeker. Dat kan echt niet meer. Nee, dat kan echt niet meer anno 2018. 9 punten achter op Ajax. Won dus wel met 4-2 van de koploper. En wie ook won, dat was Paski. Ook met 4-2 van ADO. En dat was ook alweer een tijdje geleden dat Paski een lekkere zege had geboekt. Wel apart, we zagen 3-4-2's. En 2-4-1's. En nog een 4-3. Dit is ziek. Ongekend. Nou, Bassie, hoe verklaar je dat? Ja, soms weet ik het ook gewoon even niet meer. Illuminati confirmed? Nou, dat lijkt me niet. Oké. Okay. Maar hoe ga je dat vieren dan? Waarom? Dames en heren, de grootste hater op slechte grappen. En de grootste maker van slechte grappen. En de snelste... In één... In één persoon, zelfs assistent. Zelfs na iemand die zoveel eet, is hij de snelste happer ook nog. Ja, ook dat nog. Ja. Hij maakt nooit een klapper. Man. Maar zijn grappen zijn dapper. En het is echt een oelewapper. Goed. Ja. Goed, hier verder, is... Verder hou ik wel van je, Bassie. Ja, ik ook wel van jou, maar we hebben af en toe gewoon onze momentjes even. Nou, ik weet niet wat het is. Niet? Ik weet niet wat het is. Wat dan? Vrije trap is het. Nu maak ik me wel een beetje nieuwsgierig. Ja? Ja. Oh. Wat je nou precies hiermee bedoelt. Nee, maar ik ben ook een beetje onzeker. Hey, jij... Eigenlijk. Jij zegt, we hebben zo onze momentjes. Ja, daar hebben we het er ook. Nou ja. Jij hebt je momentjes. Oh, oké. Okay. Dus nu heb ik het alleen gedaan. Goed, ik heb ook mijn momentjes. Dat je soms gewoon met je verkeerde benen uit bed stapt en nergens om kunt lachen. Ja, ik stap wel met mijn derde been uit bed. Terwijl jij bent eigenlijk juist de persoon die heel veel lacht. Ja, klopt. Maar soms als jij zeg maar... Ja, soms heb je een slechte dag en dan maakt het niet uit wat ik zeg of wat voor grappen ik maak. Of, ja, dan is niks goed. Ja. Lijkt me alsof we een relatie hebben eigenlijk. Niet normaal, hè? Ja. Dit is ziek. Dit is ook ziek. Oh, nog één dragbackje misschien, dacht ik. Maar nee. Ik zag hetzelfde op hetzelfde moment, hè? Ja. Apart. Veerman met de voeten. Ja, dat is volgens mij de enige samen met De Gea die trade heeft. Ja, het zal niet de enige zijn, toch? Ja. En samen met De Gea. Het zullen niet de enige twee zijn, toch? Oh. Het was niet eens de bedoeling om je te verbeteren. Nee. Maar omdat het nu al zo ver is, ga je dat dan wel denken. Nee, ik kan me niet meerdere keepers verzinnen die dat ook hebben. Misschien... Gaan we opzoeken. Dit zoeken we op. Jongens, jullie weten dat vast wel. De trouwe kijkers, die weten dat vast wel. Ah, misschien ook wel, ja. Duitse keepers zijn wel echt van dat soort... Long throw trade heeft hij ook, hè? Long throw. Nee, maar Neuer heeft niet die trade met zijn voeten. Maar er moeten er vast nog wel een paar zijn in de game. Ik denk dat de vaste kijkers het wel weten. Laat het even weten in de reacties. Jullie weten dat altijd beter dan wij nog. Yoshi? Ik kan me niet voorstellen. Bill. Hier is Bill. Voor Roda JC.
Roda toch de favoriet. Zeker als je kijkt naar de ranglijst. En als je ook kijkt naar de eindstand op de PS4. Nou, ik heb het nog niet gezegd of Roda Paulus scoort. Is dit Pogbanus? Ja. Paulus. Hop, Sleepy. En voor zijn linker. Goeie goal. Ferdinand misschien net niet kort genoeg erop. 31ste minuut. Roda in de lichtblauwe shirts. Toch op 1-0. Zoals Donnie zou zeggen, ik kon spelen voor Roda. Maar ze vonden coke in mijn Toyota. Dat rijmt niet. Nee, maar ja, dat hoeft niet altijd rijm te zijn. Dat is artistieke vrijheid. Mm, ja. Oké, okay, sorry. Ja, ik wist niet dat je... Nee, maar wat moet ik zeggen? Nou ja, je had ook gewoon niet zeggen, nou, leuk. Ja, maar ik vind het niet leuk. Nee, oké, okay, nou, is goed. Ik zal doorgeven aan Donnie. Goed, Bill. Hoeft niet. Bill. Ja, coke in mijn Toyota. Mooi, man. Ja, moeten we daar nou weer mee? Kijk. Oh. Kijk, mensen, ik wil wel even uitleggen voor de mensen thuis, zeg maar. Wij doen, zeg maar, meerdere potten op rij. En af en toe dan heb je wel eens dat je wat mediger wordt, zeg maar, naarmate de potten vorderen. Nou, dit heeft niks meer met meligheid te maken, hoor. Dit is al een hele... Dit is gewoon echt salty. Zo brood al. Salty. Salty meel. Salty, zeg maar. Echt. Oei, oei, oei. De coke in het Toyota heeft plaats gemaakt voor zout. Het lijkt erop, maar het is toch even wat anders. Maar dat vindt ze dan niet grappig. Nee, ja, maar even niet zoveel meer grappig deze dagen, heb ik het idee. Bijna 2-0. Oei, oei, oei. Paulus, nu met zijn rechter. Maar moeten we even weer over de wedstrijd gaan praten. De paal graag. Nee. Ik wil niet de perfecte... Paul raakt de paal, maar ik ben alleen maar over de wedstrijd aan het praten. Jij begint weer over coke en Toyota's en Donnie's en weet ik het allemaal. Donnie is wel een rapper, dat weet je wel, hè? Nou, kun je dat een rapper noemen? Ja. Die reactie, mooi. Als je op de EP staat van Bassie Stent, dan ben je wel rapper. Nou, dan vind ik nog niet echt de beste voorwaarde, eerlijk gezegd. Ik wel. Hij zal wel een rapper zijn, maar... Hij is ook een rapper, zeg maar. Weet ik. Hij verkoopt Paradiso, zeg maar, wel uit. Dus... Het was toch ook een grapje, jongen? Nee, maar trouwens, maakt niet uit, Bassie. Het is toch gewoon... Hij kan toch een goede rapper zijn? Nee, maar het komt goed. Dat gaat toch verder niet, jongen? Komt zeker goed. Oké. Okay. Je bent fantastisch bezig, jongen. Ik wou dat ik hetzelfde van jou kon zeggen, Bassie. Dit is Ronaldo, namens Roda. Ben je aan het zoeken naar iets wat je kan zeggen, Bas? Je bent nee, al vijf nee, minuten naar het papier aan het kijken. Oké. Okay. Vrije trappie. Neem nog even een sappie. Goed. Lekker. Ik vond hem grappig. Box. Bijna rust. Vitesse op een achterstand, terwijl het er na de eerste 3 minuten toch uitzag. Ja. Alsof Vitesse hier heel veel kansen zou gaan krijgen. Ja, kreeg hij ook. Roda begon slordig aan de wedstrijd. Ja. Ja, maar voorlopig dus toch nog de voorsprong voor. Nou, die ene kans was wel echt een grote. Die Veerman met de voeten redden. Ja. Ja, toch, Roda, kan je lullen wat je wil. Na die dramatische start, toch wel weer de goede weg ingeslagen. Ah nee, het is zo. Ja, ik zei dat wel, van het kampioenschap is helemaal uit zicht. Aan de andere kant, het komt vooral omdat er gewoon nog zoveel ploegen boven hem staan. Kijk, 9 punten. Nee, met 6 wedstrijden gaan. Nee, is klaar. Hey, ik probeerde nog even te denken van, nou ja, goed, als hij dan vandaag wint, kun je op 6 punten komen als meest. Ajax, PSV, Feyenoord, Heracles, zie ik niet allemaal 4 keer verliezen. Precies. Dat moet Tom alles winnen. Ja. Nee, dat is klaar. Maar hij is inderdaad wel echt bezig om dit seizoen toch nog glans te geven op de Xbox. En daar zag het inderdaad ook voorlopig aan het begin niet naar uit. Zien alle heren, allebei de heren nee schudden. Pogba? Moet je Finesse. Dat is 2-4 naar links! Ja! Dan bewijst Tom even met ongelijk. 2 identieke goals. Nu geen sleep, dus meer een voetrolletje, zoals het heet. Ander soort sleepbeweging in elk geval. Ik denk, je moet nog gewoon Finesse, man. Maar Tom dacht, nou weet je wat, we doen even een bouwrol. Hij is geduldig eigenlijk. Ja. Gaat niet voor een te gehaast schot. Mooi doelpunt, hoor. Ja, actie. Goed gedaan. 2-0. En hier. Vitesse in moeilijkheden, zeker als het hier bijna 3-0 was. Maar daar is de Gea met hij heeft die trade, hè? Dat hij met de voeten redt, toch? Of niet? Samen met Veerman. Ben je er achter of dat de enige twee zijn, Bas? Je ging het opzoeken, toch? Of niet? Oké. Laten we maar gewoon de reactie op deze video. Treedt hij ook op, of niet? Ik vond hem grappig. Ik lacht, hè? Ja. Ah, dit is een unicum. Ik ga eens even kijken, jongen. Kijk eens even. Bill voor de 3-0. Daar is nog iemand van... Bill, zo! Wat een doelpunt, zeg. Kon nog voor Ronaldo kiezen, maar doet het ineens. En die bal valt Pardoes de kruising in. Pardoes. Wat een woord, hè. De man van de Efteling, maar toch ook echt een woord. En dan is het 3-0. Boah, daar zag het toch heel lange tijd echt niet naar uit. Nee. Maar Tom springt wel dodelijk effectief met zijn kans om. Een beetje à la Bassie Stent in zijn goede dagen. Maar 3-1 Ronaldo, goh, lekker afgedrukt. En dan kan het nog. Paski maakt het weer spannend. Ja. Het is nog niet de aansluitingstreffer, maar wel de treffer die hem weer wat terug in de wedstrijd brengt. Met tegenschoten, dat is goed. Ja. En als je nu binnen 15, 20 minuten die volgende maakt,
dan kan er nog wat. Maar laat Tom dat toe, dat is de vraag. Tom, aanvallen natuurlijk altijd ijzersterk, dat weten we. Verdedigend niet altijd de allerbeste geweest. Maar tja, als je 3-4 keer scoort, dan kun je wel tegen doelpunt incasseren. Dat kun je je dan wel veroorloven. Sleepy. Scoopturntje. Ja, alweer, hè? Nou, scoopturntje moeten we het eigenlijk noemen, ja. Scoopje erbij. Eigenlijk is die voetrol bij die tweede goal van Pogba juist wel weer een sleep. Dat zou je het echt weer een sleep noemen ook. Nee. Nee? Of hoe noem je dat? Hoe noem je zo? Onder de voet halen, ja. Balrol. Balrol, voetrol. Ja, alright. Heel veel zeggen voetrol, maar het is een balrol. Ja, klopt. In het Engels is het een balrol. In het Nederlands noemen wij het vaak een voetrol. Echt? Ja, in de hele scene. Als je een bal vertaalt naar het Nederlands, ja, dan is het geen voetrol. Klopt. Maar ja, als ik elastiek vertaal naar het Engels, krijg ik ook geen akka. Of hocus pocus, of weet ik het hoe het allemaal heet. Sorry, ja. Voor elke Grieks hebben we meerdere namen, toch? Maar in Engeland noemen ze het ook gewoon wel akko. Sommigen zeggen elastico, maar dat... Ja, maar in Nederland staat het toch weer... Nou goed, er staat weer elastiek. Het maakt allemaal niet uit, Bassie. Goed. Feit is dat het 3-1 is. Dat de tweede helft halverwege is. En dat Pasci misschien wel terug kan komen in de wedstrijd nu echt, maar nee. Maar nee? Nee, maar nee. Oh. Hoekschop. Goed. Oeh. Ik denk dat als je naar de kansenverhouding kijkt, dat Pasci toch 2 keer zoveel schoten heeft gehad. Was er nou gewoon bijna een eigen doel? Was goed, hè? Nee, het is te slap. Ik moet wel eerlijk zeggen, wel goed kapsel. Van Pasci. Van Pasci? Van Tom ook, hè. Je bloempotkapseltje van Tom. Waarmee ik geen kritiek uit of hem niet belachelijk maak. Maar hij kan het hebben, zeg maar. Op een of andere manier. Wat, jouw opmerking of het kapsel? Beide. Oké. Beetje kastanjekleurig. Ja. Tom weet hoeveel ik van hem hou. Het is een groot woord, maar gewoon hoe gek we allemaal op hem zijn. Bill, voor de 4-1 misschien jongen. Wel. Had je misschien nog niet kunnen te lang, ja. Je doet alweer net te. Maar goed, wie ben ik, hè? Bill, nu nog... dit is dan toch te gehaast, of niet? Ja. Zo'n net hoge bal. Dat is, maar hij krijgt hem terug. Weer. Aansluiting Vidal. Nee, verliest hij toch duel op het middenveld. Kwartiertje nog. Het wordt wel penibel voor Pasci. Ja, dit is... was ook een mega kans. Ja, tenminste. Dit altijd kon een mega kans worden. Altijd maar die smalle ruit op het middenveld bij Pasci. Altijd maar 4-1-2-1-2. Ronaldo zoekt Suarez, maar vindt Blanc van Roda op zijn weg. En dan tikt de tijd. Gestaag door. Vidal. Ronaldo, goed ingespeeld. Zo. Dit is mooi, maar Verman. Kut, sorry. Ja. Dit is die. Lozano. Oh, kijk eens. Bij Roda. Tik, tik, tik. Beide heren verdedigen slordig uit, man. Ja, dat is ook een beetje inherent aan die 4-1-2-1-2, denk ik. Omdat er gewoon weinig ruimte op de zijkanten ligt. Dus alles gaat direct die as in. Eigenlijk direct de trechters in. Kijk, dit ook weer. Het is zo druk op het midden van... van het veld. Ik kan het genieten van Pasci. Ja. Hoe boos hij dan is, maar hoe rustig hij dan wel zegt, zeg maar. Maar je hoort gewoon de Pasci wat erin zit. De Pasci. Ayo. Ayo. Bill. Deze jongens kennen elkaar al jaren. Echt al jaren. Tom van origine een PC-speler. Pasci altijd op de PlayStation en ook op de Xbox. Dat waren eigenlijk zijn sterkste toernooien. En het is wel 3-2. Ja. Het is weer zo laat. Binnenknijpen. Maar hij is wel weer helemaal terug. Hop, Ronaldo. Tom Alexander op afstand. Ik wil hier dan nog ervoor komen, maar... Tom op de PC, ja. Ja, was PC de man spelen. Op de PC, hoor. De man. Echt. De man. De man op de PC. Ongekend. Maar hoeveel mensen speelden dat dan? 3? Goed, hij was in elk geval de PC-speler, maar hij ging ook naar toernooien op de console. Oké. Maar hij was ook de man die van de PC kwam. Hij is wel echt... Dus als hij ergens binnenkwam, zei hij, dat is die PC-speler. Precies. Echt? Ja, op het begin klaagde Tom ook altijd op de controller, dat het allemaal niet fijn was en te traag. PC is heel snel geweest altijd, hè? Ja. Snelle gameplay. Maar hoe dan ook, misschien is dat Tom ging al wel echt al vanaf 2011, 2012 naar toernooien toe. Pasci heb ik ook in 2012 voor het eerst meegenomen, denk ik. Dus die kennen elkaar echt al van die zin. Ja, die nam ik echt aan de hand in de trein in. Kom maar, jongen. Deden we samen 1 MP3 zo. Zee, je bent bij een oortje. Zee, je bent gewoon bezig, jongen. Precies, dat zei hij vaak. Ik neem je mee. Zeg ik, tuurlijk, jongen. Dan zei ik, ben bang. Zeg, komt allemaal goed, jongen. Ik denk dat Roda nu wat bang is. Om ja, hem weg te geven. Hij kiest wel nog steeds de aanval. Hè? Ja. Dat tekent Tom ook wel weer. Maar de aanval als hij hem nu kwijtraakt. De aanval is de beste verdediging. Ja. Mee eens? Ja, als hij nu 4-2 maakt, dan snoert hij mij helemaal de mond.
Zo. Raakt hem bijna kwijt, Gullit. Oh, hij speelt zo met vuur. Want kijk eens even. Je geeft nu toch nog ruimte weg. En een kans misschien wel. Ronaldo, Biel overlapt. Pogba. Alexandro. Ja, dit doet Paschi op zich goed dat hij nog redelijk geduldig lijkt aan te vallen. De ruimte wordt wel minder, maar er komt toch nog een kans, denk ik. Suárez, Valencia! Oei, oei, oei. Verdedigd door Alexandro en dan zal het nu klaar zijn. Ja. Zo. Ik had al lang 1-0 moeten maken. Ja. Het slaat echt helemaal nergens op. Het zat je niet mee aan die Rokovanis. Ik vind het mooi hoe het serieus Tom nu is, weet je wel. Het zat je niet mee inderdaad. Ik heb elke pot meer schoten en meer kansen, maar gaat er nooit in. Dit is ziek? Dit was heel ziek. Tom wel een lekker potje om te zien, maar Tom wint hem inderdaad. 3-2 voor Roda. Paschi, bij voetbal is het zo, in tegenstelling tot rugby, dat de bal zeg maar onder de balk door moet en niet eroverheen voor open doel. Ja, je bedoelt dan misschien die eerste kans, maar ik... Het lopje in de eerste helft. Ik had hem gerekend. Ik denk, nou, dat is 1-0. Ja, en daarna ook die dat ik hem goed op de achterlijn doorliep, naar binnen terugkap, afleg. Ja, ik had denk ik wel 300% kans op 1-0. En ik weet als hij achterkomt 1-0 dat hij nog als zijn hoofd laat hangen. Ja joh, nog nooit opgevallen. Nee, mij ook niet. Dus iemand zei het net tegen me, dus ik dacht geprobeerd is. Maar nee, hij valt er niet en dan krijgt hij 1 kans. Hij had de eerste helft die 1 schot op doel. En ik 6 of zo. En hij staat 1-0 achter. Dus dat is gewoon heel zuur. En dan op een gegeven moment werd het 2-0. Dat was wel een goede goal. En die 3-0 is ook weer heel apart. Die 1-3-2 knokje nog terug. Dan zit je op een gegeven moment echt er tegenaan te pushen. Ja. Maar ja. Ja. Ja, een beetje mijn verhaal van de tweede seizoenshelft. In de eerste seizoenshelft kwam ik altijd goed terug. Maakte ik gelijkmakers of ik won nog. En deze tweede helft ook tegen Brian 2 weken geleden. Toen had ik ook eigenlijk minimaal gelijk moeten spelen of zelfs moeten winnen. Maar ja, dan zit even niet mee deze periode. Ja, afgelopen 4 wedstrijden had je gewoon eigenlijk 12 punten moeten hebben. Minimaal 10 punten. Maar goed, ik heb er nu 4 gepakt. Dus. We hebben nog een aantal wedstrijden over, dus die kun je gewoon winnend afsluiten. Ja, daarom. En volgende week gaan we gewoon weer knallen. Ik wil gewoon goed afsluiten. Top man, dankjewel. Tom Heijnen, de man on fire. De Tom van het afgelopen seizoenshelft is terug. Het ging best wel makkelijk vandaag. Ja, ze zag het er wel uit. Ja, ik kwam vrij snel op 3-0 inderdaad. Ja, toch iets in mij dat dan toch weer een tandje rustiger ging. Daar moet ik echt vanaf zien te komen op de een of andere manier. Ik heb geen... Het is op een of andere manier zo zenuwachtig van dat je dan doet. Dat je misschien echt zo bang bent om het weg te geven. Is dat een soort van trauma van vorige seizoen? Ja, misschien speelt het wel mee inderdaad, onbewust in mijn hoofd. Dus daar is iets waar ik in ieder geval aan moet gaan werken, ja. Dat weet ik wel, ja. Ja, het spel is echt weer top. Het is aanvallend, perfect. Paschi zei ook van ja, wat die Tom allemaal doet, een balrol en dan schiet hij me vanaf een onmogelijke hoek in. Ik ben blij dat we die Tom weer kunnen aanschouwen. Ja, dankjewel. Vind ik ook echt leuk om te horen, inderdaad. Dat mensen zo over lof praten, inderdaad. Ik doe gewoon mijn best en ik weet dat ik goed kan spelen. En hopen dat de punten nu blijven komen, ja. Top man, succes. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de E-divisie.